Oui, ça va me danser. Ritsen. En nou oprotten! Ik heb een voorstel. Als Tode van Zwargest dat die omke net wegloopt bij de bouw van mijn nieuwe project, ging ik net naar de politie. Hebben we een deal? Stond, weet je, ben je! En doop is een huid en die dochter die Daphne! Dat is een militair. Een ex-militair. Trouwt, een band. Verliet zijn hoes en hoe spant daar staan. Het is het laatste putje, de gemeente ongeet. Hoezo? Omdat de bos verkocht is. Ik hier dit stik bos. Oost de baan op met dit mooi. Wat denk je yourselves? De bank bang maken. Hoe bedoel je? Ja, wil je dat nou eens een keer uitlezen? Gerard, ik neem het kort. Ja, maar als hier, daar heb ik toch rechten. Ja, zonder mijn tas en mijn kent net samen onder de kont waar ik verkeerd ben. Ik liet een advocaat nooit contract zien. Dit is toch net een lul. U hebt de wethouder. Nee, de burgemeester. Ik ga geen poort om op de steers van. Defensie zou tekortschieten in hulp aan oud-militairen en hun familie. Ook Alex is uitgezonden. Pas vorig jaar, 13 jaar na zijn eerste missie, wordt duidelijk dat hij PTSS heeft. Eindelijk weet hij waarom hij ziek is. Herbelevingen, nachtmerries, beelden van toen. Dat valt dan niet meer te stoppen. Heel vervelend, want ja, als je door het lint gaat, dan ga je goed door het lint. Je wilt het niet. Hij gaat je steeds verder uit de maatschappij terug trekken. 98% van relaties strandt gewoon. En het hoeft niet. Het is gewoon zo onnodig. Het is koud, verdomme. Gerard. Even een stapje. En een trapje. Toen nog je. Kijk, je maakt die hele bliksem met de boer hier en dan krijg je weer onder. Als je dit flikt hebt, dan heb je nog net jaren. Dat is wel moeilijk. Dat was een stomme actie van die, om de zaak bij mij te beklagen. Een hele stomme actie. Nu heb ik liek wel zo'n street en ging naar de politie, hè? Maar dat had ik net in. Echt net. Ik zweer het. Ja. Die licht zweert, die licht liegt. En dat zou mijn huid altijd. En hij gelijk. Hij is die jongen.
Het straalt hij van de kop af. Ik heb die luid nog eens jongen, juist erin. Waarom zoek ze het aan? We hadden toch een deal? Ik heb een deal met een dief en een lieger. Ja, dat is je de zin litten. Dat is net de vertrouwen best, hè? Ik was kou die baas. Ben ik duidelijk? En lever je die pad van ons deal, hè? Deal? Wat voor deal? Hey, Justus. Niks. Niks? Het is gewoon een misverstand tussen Marterheid en mij. Vind je niet? Oké, gewoon een misverstand. Dat mag wel een heel bijzonder misverstand zijn. Dan Oosterbaan is net een man om ruzie mee te hebben, hè? Ik heb al jaren zien die zijn als er wat is, dan mag het Jimmy zeggen. Zo was het die, hè? Die deedskop op het resort. Ga die laf van kapot maken. Helemaal kapot. Trot in actie haak nou ruzie met Oosterbaan. En ik met mijn tante. Ondankbaar hond. Probeer ik iets terug te doen. Kom met dit gezak aan zitten. Wat een grap met die ditskop. Ik ga laken. Je moet die Marit hier naar mijn kamer toe brengen. Dan ontvoer ik haar. Dan gebruiken we die chick als een breekijzer tegen de plannen van haar vader. Hé, hey, waar zit die vent?